Ik ben helemaal niet voor een heilige restkerk. Ook die mensen die, zolang mensen zelf zeggen, ik ben gedoopt en ik noem mij katholiek, horen zij wezenlijk, wat mij betreft, bij onze geloofsgemeenschap. Ik denk dat het gewenst zou zijn als vele bisschoppen, ook in Nederland, zonder dat ze voortdurend op televisie moeten zijn, maar toch ook meer van media gebruik maken om hun boodschap over te brengen op een manier die aanspreekt bij grote massa's en niet alleen bij de happy few. Ik denk dat dat ook een beetje het gevaar is waar we nu in zitten, dat Nederland mensen denken, laat maar. En wij zijn ook niet als katholieken gewend om in opstand te komen tegen het gezag. Paus Franciscus mag de katholieke kerk dan wereldwijd een impuls hebben gegeven? In Nederland is er weinig reden tot vreugde. Drie prominente katholieken slaan alarm over de manier waarop de kerk in Nederland wordt geleid. Kardinaal Eik, zeggen zij, inspireert niet. En hij communiceert niet met zijn kudde. Het gevolg? De kerk dreigt een reservaat te worden. Het lichaam van Christus. Met de rug naar de gelovigen. Wat hij mist is het bezield perspectief. Hij geeft geen bezieling. Hij geeft geen gevoel van hier zijn we met elkaar naar onderweg. Iedere bisschop maakt zijn eigen afwegingen. En kardinaal Eik denkt dat hij in het huidige tijdsgevricht, denk ik, vooral ook moet opkomen voor de rechtzinnige leer. Maar de tijden zijn voorbij, dat denk ik. Dat de priesters en ook bisschoppen simpel zeggen, het is zo, punt uit, doe dat maar. Dat was natuurlijk vroeger gebruikelijk, maar die tijden zijn voorbij. Neemt u geen genoegen mee? Nee, die tijden zijn veranderd, voor mij ook. Ja, ik ben natuurlijk een deken die ook wel zijn mond open doet. Ik hoor natuurlijk niet meer, logisch, bij de groep die zegt ja en amen. Wake up, wake up. Het contrast met de huidige paus is groot. Franciscus straalt een warm en blijmoedig geloof uit dat hij deelt met de wereld. It is the duty to be vigilant. De flexibele uitstraling van de paus wringt met de dogmatische opvattingen van kardinaal Eik. Als je het hebt over warmte en het aanspreken als aansprekend zijn als leider, wat de huidige paus dus wel heeft, dat heeft hij niet. Dan niemand is perfect natuurlijk, hè? Dat hoeft ook niet. Maar als u vraagt, zou dat wenselijk zijn? Dan zeg ik, ja, dat zou een voordeel zijn, omdat je anders natuurlijk toch een beetje, nou ja, te afstandelijk overkomt. Op dit gebouwencomplex in Noordwijkerhout zijn de ogen van de hele katholieke wereld gericht geweest. Het was de plaats van het veelbesproken pastoraal concilie, waarop het niet zo volgzame Nederlandse kerkvolkje met zijn bisschoppen sprak. Spanning tussen de leiding en de gelovigen is er al veel langer. Op het concilie in Noordwijkerhout wordt dat uitgesproken door de toenmalige kardinaal Alfrink. Sommigen stellen dat wij bisschoppen in de afgelopen jaren te weinig leiding hebben gegeven. Maar ik stel er prijs op te verklaren dat wij bisschoppen leiding geven, bewust hebben willen leren verstaan als gezagsuitoefening in dialoog. En aan die dialoog ontbreekt het nu volledig, volgens Bernard Assink. Assink is lid van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Een exclusieve organisatie waar je voor moet worden gevraagd. Prominente katholieke families als de Brenninkmeijers zijn lid. Evenals oud-politici als Camille Eurlings en Steven van Eyck. Assink hekelt de bestuurstijl van het kardinaal. Alsof het allemaal een kwestie is van zo moet het, zo wil ik het. Jullie mogen wel meepraten met iets, maar ook weer niet te lang. En ik beslis. Zo wil ik het hebben. En ik beslis. Ja, sommige mensen zeggen dat het een geweldige stijl van leidinggeven is. Het is duidelijk. Maar ik denk dat de kerk geen bedrijf is. Hij vertaalt alles in een beeld van cijfers, financiën, juridische regelgeving. En ziet te weinig eigenlijk dat wij alle samen, alle christenen samen, vormen de kerk. Zijn verantwoordelijk voor die kerk. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat een verkeerde benoeming. Ik vind hem gewoon een verkeerde benoeming. Assink zegt dat hij bij de Ridders van het Heilig Graf geestverwanten heeft. Ik weet dat er mensen zijn die vinden dat hij de ontwikkeling in katholiek Nederland ophoudt. Positief? Negatief.
Dat hij zegt van ja, dit is niet de manier zoals wij eigenlijk als katholieken. Ja? Wij maken ons op deze manier, verdampen we. In de zin van, de groep wordt steeds kleiner. Een bezoek van paus Franciscus aan Nederland zou de zieltogende kerk goed kunnen doen. Maar aan kardinaal Eik is het niet besteed. In een recent interview met Nieuwsuur reageert hij zuinig. Heeft u de paus uitgenodigd om op bezoek te komen in Nederland? Nee, we hebben hem niet uitgenodigd, omdat ik tevoren al bij hem op bezoek was geweest. Mijn privéaudiëntie en van hem wist dat hij het niet kon inplannen. Hij wilde niet, of hij kon niet? Ik zou zeggen, hij had al een planning staan en daarin waren wij niet in te passen. Het is volgens mij een heel leuk interview geweest, een heel ontspannen interview. En dan is er nog het interview van de paus in de dakloze krant, waarin hij laat doorschemeren juist wel naar Nederland te willen komen. Bisschop de Korte, een collega van kardinaal Eik, is blij verrast. Dat past natuurlijk precies bij het beeld van paus Franciscus, die zegt de kerk moet opkomen voor de armen, voor de daklozen, voor de zieken, voor de vluchtelingen. Nou, in dat kader heeft hij het interview willen gunnen. De reactie van kardinaal Eik op het interview in de dakloze krant is minder enthousiast. De paus is weliswaar welkom, maar alleen als het in alle agenda's past. Als de paus aangeeft ik wil komen, dan komt hij. En dan maken wij onze agendas allemaal leeg. De Korte geeft in zijn standplaats Groningen, in de kapel van het bisschopshuis, kerkdiensten aan gemiddeld rond de 10 gelovigen. Ooit was Groningen een buitenpost in katholiek Nederland. Nu is dit misschien het voorland voor de andere bisdommen. Iedere tijd heeft zijn leiders. En misschien was het zo dat wij bij ons in Nederland ook een beetje in de diaspora geraakt zijn, of in de... Het was ook allemaal zo geweldig opgebouwd. Het was ook een kerk die overal in zat, in de politiek en noem maar op. Maar zo langzamerhand is het een kerk die nergens meer in zit. Ik denk dat je op dit moment moet zeggen dat de kerk veel heeft ingeleverd. En wat ik heel erg storend vind, is dat er mensen zijn die het gevoel hebben van daar wil ik niet meer bij horen. Ja, het spreekt me zeer aan. Doet me denken aan mijn jeugd, ja, aan het rijke Roomse leven. Dit zou je natuurlijk nu niet zo gauw meer zien. Terug het rijke Roomse leven hoeft niet, maar een zekere warmte en openheid en ook uitleggen dat je het ook niet altijd met elkaar eens bent, maar niet alleen zeggen, u moet dat en dat doen, punt. Dat zou wel wenselijk zijn. En we hebben deze reportage vanzelfsprekend laten zien aan het aartsbisdom Utrecht, maar de voorlichter liet weten dat men niet wenst te reageren op deze uitzending.